Om te tonen dat ik een echte fan ben van Dit is Jan, doe ik de deodorant challenge. Let's go! Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe zeikvideo. Vandaag is een hele speciale zeikvideo, want we gaan niet naar de hemel en ook niet naar Thailand. En we gaan heel veel filosofie nadoen, dus... Oké, mensen. Ik heb iets heel speciaals om jullie mee te delen. Dit is mijn kat. Ze heeft honger. Ik heb na 10 minuten geprobeerd mijn kat te nemen. Dat is niet gelukt. Rest in peace. Boeken lezen voor school. Doet er dat eigenlijk iemand? Weten die leerkrachten dat als iemand een boek leest waar toevallig ook een film van is gekomen, niemand dat boek leest, dat is gewoon de film kijken? Nee hoor. Denken leerkrachten nu echt dat wij een boek gaan lezen als er een film van is? Nee hoor. Nahaha. Ik heb ook deze coole zonnebril. Van harte gefeliciteerd. Dit is die bril van de Matrix. Ik vind hem fucking vet. Ik zie er nu toch fucking epic uit. Ja. Ik ben God en ik woon in de hemel. Aan deze muts hangt er een tjoepje. Er is een manier om het tjoepje eraf te doen. Zo dus. Dan heb je een leuk balletje om te gooien naar je kat. En dan heb je ook een muts zonder ja tjoepje eraan. Ja, is wel mooi. De mensen willen je zien. Nee, oh. Dus mensen. Tjoe, dat was een flinke hoes. Ik bedoel nies. Ja, dat was ook weer een arme nies. Godverdomme man. Ik moet echt stoppen met die zonnebrillen, grap. Dus mensen, er is iets wat ik jullie al lang moet vertellen. En ik ben er niet zo trots op, want het is iets erg slecht. Ik rook en ik moet echt stoppen met roken, want dat is gewoon slecht voor de gezondheid. En ik weet niet waarom ik daarmee ben begonnen, maar ik weet niet, dat begon zo en opeens, ja, kon ik niet meer stoppen. Nu heb ik zelf zin om te roken, dus ik ga nu gewoon, ja. Dus ik ga nu gewoon eentje opsteken en gewoon lekker roken. Maar ik denk dat jullie me wel nemen zoals ik ben, dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Ik rook niet en ik ga nooit roken. Nooit. Nee, nooit. Maar ik kan wel belletjes blazen als ik rook. En ik ga dat nu wel even voortonen, dus no blame. Nice, dat verdiende like. Oei. Als jouw ouders roken, moet je met getallen naar hen komen. En dat is de enige echte manier hoe je hen kan laten doen stoppen. Bijvoorbeeld, reken uit hoeveel ze roken per week. Pak dat ze bijvoorbeeld 4 pakjes roken per week. Doe dan 4 × 6 euro. Doe dat dan naar een jaar. En dan ga je fucking veel geld uitkomen. Met dat bedrag naar je mama. En zeg dingen die je daarmee kan kopen. Bijvoorbeeld een reis, een plasma tv, een kleine auto, een PlayStation 4. En daar allemaal dingen mee op te noemen. En dan moet je komen met de hartkwaalziektes. Dan moet je komen met gevaarlijke dingen. Toen heb ik mijn papa laten stoppen met roken. Let's go! Oké, mijn kat ligt op mijn bed. En ik ga haar nu tonen naar jullie. Was is fucking cool. Gaat het met jou, kleine poesie? Ben niet meer zo klein, hè? Oh. Ja, bijt in mijn vinger. Auw. Poesie, niet bijten in mijn vinger. Niet blazen. Het lijkt op een slang. Niet bijten, kleine poesie. Niet bijten. Je mag niet bijten. Je mag niet bijten. Dat is mijn kat. Ze is al veel groter geworden dan in de oude video's. Ze is nog altijd fucking cute. Noem Marcel. Ze is meisje. Ze is fucking schattig. Alleen bijt ze graag in vingers en tenen. Maar het is wel een leuke kat. Ik voel me sexy als ik dans. Wohohoho. Matrix has voice. Wake up. Die film is de Matrix. Holy shit. Als je die nog niet hebt gekeken, maak een avondje vrij. Kijk ze alle drie direct na elkaar. Ik zweer het je. Die film neemt je leven vast. En je denkt van, what the fuck? Wat als ze die films hebben gemaakt om ons te laten denken dat het fictie is? Eigenlijk is de Matrix gewoon echt. Leven we nu in een droomwereld? En is deze video niet echt? Kijk je eigenlijk naar niks? Besta ik niet? En ik maar een internetsoftware. Bedankt voor het interview. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik moet nu chemie studeren, een spreekwoordvereconomie maken, economie studeren en wiskunde studeren. Dus mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker een comment achter. Ik ben Ace zit en ik zeg jongens, meisjes, mama's, papa's, oma's, opa's. Druk op dat likeje. Deel deze video met mensen die roken. Ik ben Ace zit en ik zeg...
podcast. Please wake up. Dank u wel, hoor.